Sander, we staan hier na afloop van de wedstrijd CSV Apeldoorn Willem II. Ja, 4-2 verloren. Maar ja, jij scoort gewoon. Ja, mijn vriendin zei al van, ja, je moet wel even wat doen dat je niet van die samenvatting komt. Dus ja, ik zal mijn best doen. Ik zei, misschien krijg ik één kans en die moet er dan in. Ik zeg, anders in de 90 minuut, ja, dan moet ik maar een gekke overtreding maken of iets. Nee, maar het is, ja, het is geweldig dat je zo'n wedstrijd überhaupt mag spelen en dan ook nog eens een goaltje mag maken als spits zijn. Ja, het is, ja, daarvoor zit je toch op voetbal, denk ik. Tenminste, daar geniet ik wel van. Haal ik mijn voldoening wel uit, zulke dingetjes. Ja, in de eerste helft, jullie houden 40 minuten doel schoon. Denk je dan van, nou, misschien zit er een stuntje in vandaag? Nou goed, ik zat er wel na te denken van, een paar minuten en dan rust. En dan is jongens, lekker doorgaan zo. Joh. Ik bedoel, zij krijgen op een gegeven moment wel een beetje benauwd als het zo lang nog 0-0 staat. En ja goed, dan krijg je toch een paar goals tegen. En ik bedoel, ja, het was we stonden zo erg onder druk die lange tijd. Dus ja, het is wachten op een keer een goal. Maar uiteindelijk valt hij dan pas in de 40ste minuut. En ja, het is zonde dat je het net niet nog 5 minuten vol kan houden. Want dan heb je een rust om nog even op adem te komen. En dan kun je daarna er weer voor gaan. Maar dat is, dat is helaas niet gelukt. Dat is wel jammer. Had misschien de wedstrijd wat anders laten verlopen, de tweede helft in ieder geval. Ja, zelfs bij 4-2 stand dacht ik toch momentjes te bespeuren dat Willem II gewoon tijd aan het rekken was. Had jij dat gevoel ook? Nou ja, echt tijdrekken, dat is me nog niet eens zozeer opgevallen. Maar ik voelde wel natuurlijk ook met het publiek erachter, want dat bleef tekeer gaan. En ja, dat is geweldig. Ik bedoel, dat vind ik ook hartstikke mooi. Ik bedoel, ik niet had gespeeld, had ik niet op de tribune gezeten, maar ik tussen de balkons uitgestaan natuurlijk. Dus ja, dat is geweldig als je dan het publiek achter je hebt staan en dan ook veel in balbezit bent. En ja, gewoon soms een beetje kan voetballen, hoe we ook in de hoofdklasse spelen. Met via de zijkanten proberen toch door te breken en wat voorzetjes die eraan komen. Dus ik had gehoopt dat we misschien nog stiekem een derde hadden kunnen maken. Dat ze het echt benauwd gingen krijgen, maar ja, uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Het is wel jammer, maar we hadden misschien wel gezeten. Vanavond dus lekker de samenvatting terugkijken op tv en heerlijk genieten en een paar keer op replay drukken, denk ik. Oh, dat ga ik wel zeker doen. Ja. Ik ga het in ieder geval opnemen en opslaan. Dat wordt wel bewaard, ja. Dankjewel. Graag gedaan.